Anderhalve minuut, 9-9. 10-9, sorry. Sorry. Binnen de goal. De jongens van de B1 in Well schieten met scherp. En zo heeft trainer Willem Jansen meteen eer van zijn werk. 8-7. Lekker. Helpt dit nog voor jou in de voorbereiding naar Rode PSV? Om even op andere gedachten te komen? Ja, zeker. Dat is wel ontspanning voor mij. En daarom doe ik het ook. Dus. Wat kunnen we terugvinden van Willem als speler dat hij jullie ook meegeeft als trainer? Veel bewegen op het veld, de bal vragen en goed van kant wisselen. Maar net hadden ze zeker niks meer te zeggen. Oh, wat lief. Ja, dan durven ze niks te zeggen. Zeggen hoeft ook niet, als ze maar goed kijken. Want Jans is in 2010 een van de grote revelaties bij Roda. Als Mats in de bal komt, ga ik diep en andersom. En dat werkt gewoon heel goed. En dan zie je ook dat je heel veel defensies uit elkaar kunt spelen. Maar misschien komt het ook doordat hij gewoon goed in zijn vel zit. Want Willem keerde terug naar zijn geboortedorp Well, waar zijn ouders een kroeg hebben en zijn shirtjes in de kantine van de voetbalclub hangen. Zijn appartement in Heerlen zegde hij op. Op een gegeven moment dan, zat ik meer hier weer thuis als daar, zeg maar. Dus het was niet meer echt, loonde het niet meer echt, zeg maar, om daar een appartement te huren. Dus. Hij was altijd hier. Als hij kon, dan kwam hij hier naartoe. En dan kwam hij, ook al had hij geen team, kwam hij hier naar de jeugd trainen. Dus, ja, we zien hem altijd wel. Dat zegt Rob Stevens, al 19 jaar de beste vriend van Willem Jansen. Samen coachen ze dit jaar de B1. Bram en Thijs, zetten jullie even die goal, Bram. Even die goal aan de kant, Thijs. Rob voetbalde altijd met Willem en kreeg de ontwikkeling dan ook van dichtbij mee. En hij zag zijn vriend groeien en niet alleen als voetballer. Ja, je ziet natuurlijk als je in die kroeg komt en hij komt zelf van de kroeg eigenlijk, dat hij echt altijd aangesproken wordt. En op het begin vond hij dat wel lastiger, maar daar kan hij eigenlijk steeds beter mee omgaan. Ja, eerst als het goed ging, ja, dat ging nog wel, maar als het dan wat minder gaat, dan kon hij zichzelf af en toe een beetje in de put praten, omdat hij dat dan hoorde op straat. En daar is hij wel echt in gegroeid, dat hij een stuk rustiger is nu. Mooi om wel te zien. Dat is de knapste van het team. Dat is de knapste, toch? En Jansen, keepers, het is iets aparts, want hij scoorde zo moeilijk. Deze treffer tegen Heracles was een rariteit in 2008. Nu, 2 jaar later, scoort Jansen veel makkelijker. In de eerste 4 maanden van 2010 bijvoorbeeld had hij er al 6 in liggen. En vorige week scoorde hij weer tegen AZ. Je krijgt meer inhoud en naarmate je ook meer wedstrijden speelt, dan wat ouder wordt natuurlijk. En, de truc is dat we denk ik als team naar elkaar toe zijn gegroeid en iedereen weet van elkaar wat ze doen. En dan zie je dat automatisme zo ontstaan en dan krijg je op het juiste moment de bal, denk ik. Ja! Zijn jullie hebben nooit de camera gezien, normaal? Moet jullie mij nog hebben of niet? Want anders ga ik even meedoen. Maar de laatste vraag kan nog wel even wachten, dus doet Jansen zelf nog een potje mee. Ja, waar sta ik, boy? Yes. Ja. De laatste vraag gaat over FC Twente. Dat meldde zich afgelopen zomer tot 2 keer toe in Kerkrade met een bod op Jansen. En mede daarom heeft Willem zijn contract in Kerkrade nog niet verlengd. Ik heb mijn doelstellingen, mijn ambities en ik moet kijken hoe ik die weg hoe ik die het beste kan invullen. En dat kan heel goed ook bij Roda zijn. Dus, daar gaan we de komende tijd denk ik over praten en ik hou alle opties open in die zin. Zou de ballen weer hebben, denk je? Ja. En ze zijn er inderdaad alle 13, dus de trainer kan zich vol gaan richten op Roda PSV.